We staan hier op een bijzondere plek in de gemeente Katwijk. Deze toren van Valkenburg geeft zicht over de hele gemeente. En op deze plek, deze bijzondere plek, stond ook een Romeins fort. Een Romeins fort wat het middelpunt vormde van de gehele omgeving. In de gemeente Katwijk wordt daarom veel uit die tijd gevonden. Worden er veel opgravingen gedaan, die ook te zien zijn in dit prachtige museum in de toren. En recent was er ook nog een bijzondere opgraving, toch, Tiziana? Ja, dat klopt. Ik kan me nog goed herinneren. Het was oktober 2016. Ik was toen leider van een project in Rijnsburg. We gingen de aanleg van de sloot begeleiden. En het laatste stukje kwam we een kuil tegen. We dachten van, nou, die gaan we ook nog even uitgraven. En toen vonden we allerlei bijzondere stukjes. Eerst wat bot, toen wat metaal. Dus we hadden al snel de indruk van, nou, hier is iets speciaals aan de hand. Dus we hebben alles met de grond eromheen ingepakt. Alles goed verzameld. En dat is daarna naar een restauratiebedrijf gestuurd. Afgelopen jaar kregen wij vanuit Katwijk 3 grote kratten met blubber eigenlijk aangeleverd. Ja, een hoop modder en daar zaten stukken metaal tussen, zagen we gelijk. Die hebben we uitgezeefd. Daar kwamen allemaal kleine fragmentjes, ook crematieresten, versmolten kralen, allemaal ander materiaal. Maar vooral veel stukken van die bronzen schaal eruit. De bodem was nog compleet. En gegraveerd. Daar zaten allemaal hele mooie bloemmotieven in. Daar hebben we een röntgenfoto van gemaakt. Dan kun je goed het verschil zien tussen die graveringen en het andere metaal. Ja, dan begint het puzzelwerk. We hebben een soort van mal, een soort steun gemaakt waar we op de stukken konden uitleggen. De volgende stap was om hem helemaal aan te vullen in plasticine. Zodat we de hele vorm, die banen die in die bak zitten, door konden trekken. Daarna hebben we er een afgietsel van gemaakt in kunsthars. En toen hebben we de stukken, ontbrekende stukken hebben we eruit gehaald, gezaagd. En die aan de originele stukken vastgezet. Dus zo hebben we hem kunnen aanvullen. Uiteindelijk geretoucheerd, dus mooi op kleur gebracht. Wel een verschil erin gehouden van wat aanvulling is en wat origineel is. En zo is het een complete, heel bijzondere schaal. Uniek eigenlijk in de wereld. En zo hebben we de schaal afgeleverd bij het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten in Zuid-Holland. De schaal zelf dateert uit de 3e eeuw na Christus, toen de Romeinen hier nog heer en meester waren in het Limesgebied. En het is oorspronkelijk een schaal voor bij een diner, een luxe diner, hè, waarbij je handen kon wassen in zo'n soort bassin. We hebben dergelijke schalen in het museum ook, maar die zijn dan in de vorm van een schelp. En in de vorm van zo'n adelaarskop is echt een uniek exemplaar. Mm-hmm. Dat maakt het toch heel bijzonder. Het wonderlijke is dat de schaal in de 4e eeuw, dus toen de Germanen hier de macht van de Romeinen hadden overgenomen, dat die schaal toen is hergebruikt als crematieurn. Mm-hmm. Er zijn bij de opgraving crematieresten aangetroffen van 3 volwassenen. Met bijgave, gesmolten glas, waarschijnlijk kraaltjes van een kralensnoer, benen, kammetjes. En die dateren heel duidelijk uit de 4e eeuw na Christus. Dus de schaal is in Germaanse handen gekomen en hergebruikt als een crematieurn. Ja, dus het is een hele aparte geschiedenis. Ja, boeiend. Ja, heel boeiend.